Hello, man. Mijn nieuwsgeld en leuk dat jullie kijken en luisteren voor de UAE Tour Etappe 5. De twee van de drie op één volgende sprint-etappes. Want morgen is er nog één en zondag is dan de bergop aankomst op Jebel Hafeet. De etappe van vandaag ging van Al-Aqwa naar Umm uh, um Al-Kuwai. En de laatste vijf kilometer was helemaal rechtdoor met een paar rotondes. Dus uh, dit keer geen technische finale. Gisteren was bijna de hele etappe tempo in het peloton bijzonder traag. En ook vandaag was dat uh, niet anders. En ik denk deels daardoor dat uh, de klassementrenner van uh, Lotto Destiny, Lennart van Eetveld, dit keer uh, mee zat in de ontsnapping. Om dus zo'n uh, groot gedeelte van de etappe in een uh, iets hoger tempo te rijden. En ook uh, bonificatie te pakken. Want bij de twee uh, tussensprints kwam hij als eerste uh, over de streep. En zo schuift hij uh, vier plaatsen op in het uh, algemeen klassement. Naar plek. Uh, 9. Niet een heel groot verschil, maar kunnen uiteindelijk misschien wel een belangrijke seconden zijn geweest. Sowieso voor zijn top 10 plek. En misschien ook als hij heel erg goed rijdt zondag op die berg op aankomst. Voor zijn top 5 plek, dus je weet het maar nooit. En de moeite die je ook moet doen om in die ontsnappingen te komen. Een paar minuten voor het peloton uit te rijden is gewoon bijzonder klein. En heeft morgen weer een rustdag waar hij het dan vanzelfsprekend rustig aankomt. Aan kan doen omdat het dus dan weer een sprint is misschien schuift hij morgen weer mee dat kan zomaar natuurlijk om weer zes bonificatieseconden te pakken dat gaan we dan morgen zien maar ik vond het wel gewoon een interessante strategie van hem om jezelf zoals renner iets meer uit te dagen iets meer pijn te doen dan dat je in het peloton zit en dan nu ook bonificatieseconden te pakken van Eetveld zat in de ontsnapping samen met zijn ploeggenoot van Hoeken en een Mosca van Lidl Trek. Maar ook al was het een ontsnapping met iets meer kwaliteit dan de afgelopen dagen. En één renner meer werden ze toch gewoon ruim voor de finish teruggepakt. Ook omdat de twee renners van Lotto op een gegeven moment zich weer terug lieten zakken naar het peloton. Er was nog wel wat nervositeit in het peloton omdat vooral Sudo Step probeerde om het peloton in stukken. Te rijden, maar de weersomstandigheden, windomstandigheden, moet ik zeggen, waren niet sterk genoeg. Of de duinen naast de, weg, naast de brede wegen beschermden de renners te veel. Dat kan ook nog. Ik had het gevoel dat het ook door de nervositeit in het peloton, die er op een gegeven moment inslopen, er nog wel een renner viel. Thomas de Gent viel op zijn heup, maar kon er gelukkig wel weer verder en het was niet al te erg. In de laatste paar kilometers, en om precies te zijn, heb ik het dan over de laatste drie kilometer. Op dat moment zaten echt nog heel veel teams bij elkaar met de meerdere renners. Totdat er eigenlijk met nog 2,5 kilometer gaan door de verschillende ploegen echt gas werd gegeven. Onder andere twee mannen van de Movistar, maar zonder Caveria in hun wil. De sprinter van de ploeg. Dus ik begreep niet wat ze aan het doen waren door een tijdje op kop van het peloton gewoon vol door te rijden met hun sprinter. Die er dan uh, niet bij zit, die moest dan nog uh, opschuiven in het peloton. Dus dat uh, helpt niet echt. Deze hele race in uh, de sprint, etappes, is de uh, timing echt uh, gewoon uh, key. Want wie het er uh, langs in een goede positie kan profiteren uit de wind. In het wiel van iemand die vroeg deur gaat wint. En als trein moet je dan ook gewoon wachten op het allerlaatste moment. om je sprinter helemaal van voren te brengen. of van voren om, om naar voren te brengen. Want zelfs de sterke trein van Bora. werd in deze etappe weggeblazen. Iets meer dan een kilometer. met iets meer dan een kilometer gaan. omdat er zoveel teams waren. die over elkaar heen knalden op die brede wegen. Nu was het over ook zo in deze sprint dat de wind van de, de linkerkant kwam in de laatste kilometer. Dus ploegen die aan de rechterkant op dat moment bevonden. Zaten gewoon het meeste uit de wind. Zoals een melier in het wiel van Van Lerbergen. Hoefde geen trap te doen. Ook al zat hij nog steeds. Rond positie 15. Visma had ook een moeite om kooi echt goed naar voren te brengen. En ik denk, zonder Tim van Dijken, die echt een geweldig werk deed, Deed kooi gewoon in een competitieve positie. Voordat hij sprinten begon. Dat deed Tim van Dijken door hem naar af te zetten. Anders had kooi denk ik geen kans gemaakt op de overwinning. Cavendish werd door Astana ook gewoon goed van voren te houden. Gehouden. En hij kreeg ook een prima lead out van de Morgen. Of maar net als Kroos zaten zij beide te vroeg in de wind. Dus dat geeft er nog maar eens aan dat je eigenlijk heel weinig in deze UAE-touren hebt om, om, om in met zoveel open plekken natuurlijk in de laatste kilometers daar heb je weinig aan een goede lead-out. Want het draait gewoon allemaal puur om wie het langst dus in een goede positie kan profiteren uit de wind in het wiel van iemand anders. En je moet natuurlijk ook wel de benen hebben. Kooi mag Kevin dus wel bedanken. Die te vroeg ging dat hij de deur voor hem open zette Want de andere sprinters die op het podium uiteindelijk eindigden, kwamen allemaal nog van redelijk ver. Welsford zag een gat en Melier die achter hem zit, reageerde heel snel op hem. En het verschil in die eerste versnelling tussen Welsford en Melier maakte mij al wel duidelijk dat Melier weer uiteindelijk de snelste sprinter zou, zou zijn. Dat dacht ik in ieder geval. Maar Kooi die startte op het perfecte moment zijn de sprint iets langer beschermd dan Melier. En Wilsford uit de wind. Ik wil niet zeggen dat daardoor Kooi deze sprint heeft gewonnen. Heeft, want uiteindelijk was het wel moeilijker te zien of Kooi daadwerkelijk had gewonnen. Of dat het een Melier was, zijn derde overwing. Het was toch Olaf Kooi die deze etappe wint voor Tim Melier. Wilsford ook een prima sprint van hem. Kon Sony vierde, Fretten vijfde, Ban Bauhaus, Dan Bauhaus, Groenewegen zevende, Tim van Dijk achtste, Groves te vroeg in de wind voor het negen en Fabio Jaar. kopsud tiina . Ook al wint melier vond ik echt wel weer indrukwekkend in deze etappe. Om van zover nog eigenlijk te komen op een wiel dat heel langzaam aan het leeglopen was. Dus dat zegt er genoeg dat Melier dan met zoveel snelheid op een kleine leegloper gewoon de beste sprinter is in deze race. En daarna Kooi en Wells voor het enige verandering in het klassement is dus dat van Eetveld door het pakken van die bonus de top 10 is binnengekomen. Mee ook door de opgave van Keplinger van Bora die betrokken was bij de valpartij in de laatste drie kilometer gisteren. Morgen gaan de renners van Abu Dhabi Museum naar Abu Dhabi Breakwater. Redelijk korte etappe van 138 kilometer en ze blijven na, voornamelijk in en rond Abu Dhabi. Dus er is geen kans op waaien. En het is ook iets technischer dan de afgelopen twee sprints waar ze voornamelijk dus gewoon op die grote brede Snelwegen reden. Nu zal het iets uh, moeilijker uh, worden, omdat het uh, technisch is. Ook uh, die finale. Ik denk dat uh, deze keer het uh, uh, voor elkaar gaat krijgen. En uh, Wellsford uh, deze etappe gaat winnen. Althans, dat hoop ik dat uh, de sprint-etappes uh, verdeeld gaan uh, worden. Over de drie beste sprinters in deze race. Ik zal morgen geen video apart over de UAE toeren maken. Want uh, morgen is het uh, omloop het nieuws wat. De start van de klassiekers. Dus uh, in de grote terugblikken. Morgenavond op uh, omlopen komt dan nog even kort uh, de UAE toeren voorbij. Voor nu allemaal bedankt voor het kijken en voor het luisteren naar deze video. Vond je deze video nou leuk? Doe dat zeker even de duim omhoog. Abonneer gelijk dan even hier beneden. Vergeet zeker even niet dat belletje aan te zetten. Zo mis je niks van de komende video's die online gaan komen. Morgen ben ik er natuurlijk weer. Dan ga ik uitgebreid terugblikken op het omlopend nieuwsbad. Die video zal in de avond komen of anders zal dat echt zondagochtend zijn. En in die video ga ik dan ook nog korte de etappe van de uae Tour. de zes etappe van de uae Tour meenemen. En ook nog een kort blokje met Okraga Mio. Dus bedankt voor het kijken en voor het luisteren. Ik zie jullie morgen graag weer terug bij de nieuwe video. Laters!